Wij zitten nu op die tussenstap. Dit is een tegenvaller. Maar nu gaan we de diepte in. Ja. En dan kijken wat daar... Kijken wat eruit komt. Met de mensen die echt zeggen, joh, meneer de rechter, wij gaan niet weg. Want wij zitten in een goede woning. Komt u maar eens lekker kijken bij mij thuis. De omstreden sloop en herbouw van de Tweebosbuurt in Rotterdam mag doorgaan. Dat oordeelde de rechter vandaag. En dat betekent dat er vanaf 1 januari een kleine 550 huizen tegen de vlakte gaan. En dat er minder, maar wel grotere en duurdere huizen voor terugkomen. Zoals woningcorporatie Vestia en de gemeente Rotterdam willen. Het plan is solide en is inderdaad in redelijkheid verdedigbaar. We zijn blij met de duidelijkheid. Het geeft heel veel duidelijkheid naar bewoners toe. En ook voor ons dat wat we aan het doen waren, dat dat goed is. En waar we nog mee verder gaan, dat het ook goed is. Heel helder. De strijd is nog helemaal, nog lang niet gestreden. Er staan hier gewoon hele goede huizen. Wat we nu zullen moeten doen, is dat we op een hoger niveau moeten gaan procederen. En ik denk dat daar onze kansen liggen. Kan er met dit vonnis ook worden overgegaan tot uitzetting? Vestia heeft dan het recht om een deurwaarder daar naartoe te sturen, ja, voor de ontruiming. Ik bedoel, je hebt na de oorlog alle mogelijke best gedaan om de boel weer op te bouwen en de wijk weer leefbaar te maken. En dan als beloning krijg je een schopje ellende. Zo bedoel je dat. Slopen van huizen, dat begrijpen wij. Maar wat ik wil, is gewoon dat wij beter behandeld worden. En dat wij een betere aanbod hier in de wijk waar mijn kinderen en onze kinderen geboren zijn. Vond u het verrassend, die uitspraak? Nee, want wij weten dat we echt alles op alles zetten om het goed te doen. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat soms denken. Want ja, je hebt een bepaalde specifieke woonwens. Het is een heel ingrijpend proces waar je in staat. Dus het is ook goed dat die kritiek er is. Het houdt ons ook scherp. Maar uiteindelijk gaat het er toch om, kunnen we iedereen huisvesten? En daar doen we echt alles aan. Ja. Nou heb je eerder gezegd, Edwin, ja, als de ME moet komen, dan zei het maar zo. Wil je het nog steeds zover laten komen? Ja, zover wil ik het nog steeds laten komen, want ik ga mijn huis niet uit. Ze kunnen echt de pestpleurers genieten. Ik blijf lekker zitten waar ik zit. En ja, ik ben hier geboren in deze wijk. Ik ga mijn wijk niet uit.